Oh, mijn pizza is klaar, yes! Maar ik zat net te lezen in de reactie van mijn vlogs. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Normaal, om dit tijd zou ik richting werk gaan lopen. Maar, zoals jullie op vlog van gisteren hebben gehoord, moet ik om 9 uur beginnen. Wat ik ook nu zit te doen is lekker editen. En dan ga ik nu even al lekker opmaken tot het tijd is om weer naar werk te gaan. Uur of 8 ga ik alweer richting werk. 8:30 ga ik dan weer richting werk. Dus 8:30 ga ik richting werk. Dan ben ik 9 uur daar zo. En dan ben ik voor de werker tot 1. Dat hebben jullie waarschijnlijk al gisteren ook gehoord. Namelijk. Ik zit hier lekker met een bakje koffie. Lekker relaxed. Beetje wakker worden. En dat ga ik blijven doen. Klaarmaken om te werken. Even editen afmaken. En ook wel lekker klaarmaken naar werken. Zo'n raar gevoel eigenlijk nu. Omdat ik eigenlijk normaal 7 uur begin te werken. En nu op werk ben. Heel raar gevoel eigenlijk, want ik ben nu gewoon tot op mijn werk zit natuurlijk. En dat het nog donker is, ben ik al een beetje aan gewend namelijk. Maar ja, ik heb lekker even nog een bakje koffie. En het is over uurtje. En een half uur ga ik richting werk. Het is nu al pas 7 uur. En het is nog donker, dan nog wel. Mooi weer als je kijkt. Ik vind het altijd zo mooi als het licht te branden en het is donker. Ik vind het zo mooi om te zien. Vooral als voor het kerstfeest bijvoorbeeld, weet je. Dat is zo mooi. Maar ja, even lekker bakje koffie. En nog even editen. En dan klaarmaken weer richting werk. Toen had ik alweer kleren aan en ik ga ik ook klaarmaken en het is alweer licht alweer aan het worden. Och, dat hard snel hè. Maar ik ga klaarmaken om lekker dadelijk te werken. En laatste bakje koffie. En dan na laatste voor nu. En dan na mijn werk nog eentje denk ik. Een paar bakjes koffie. En ik moet nog 2 dagen werken en dan ben ik alweer, heb ik alweer weekend. Denk je, vrijdag dan? Kom nog op terug. Waarom ik dan vrij ben. Eerst lekker bakje drinken. Wat is het zo apart? En ineens schijnt de zon buiten. Daar zo letterlijk en figuurlijk. Daar. Oh, heerlijk. En dat is heel apart. Terwijl het min is. Maar ik doe deze even ietsje dicht. Want de zon schijnt hier wel anders binnen. En dat vind ik niet echt fijn namelijk. En ik ga nu even lekker ding achter de computer doen, maar ik wil ook even melden dat de zon ineens schijnt. Heel apart, maar wel super chill. Maar ik denk dat de kou alsnog sterker is trouwens dan het ziet er gewoon heerlijk. Het is gewoon, dit is echt wel lekker prachtig weer. En nou hopen dat, ik zeg eerlijk, klinkt misschien lullig voor mensen die van sneeuw houden, maar dat de sneeuw eigenlijk weggaat. Oh, ik sorry hoor, maar ik vind sneeuw is niks meer voor mij. Voor mij is het gewoon eigenlijk een beetje verleden tijd. Zo te zeggen. Maar ja, iedereen heeft andere mening erover. En voor als mensen. Als ik mensen heb mee beledigd van dat ik sneeuw niet mag, wat dan ook, excuses ervoor. Maar ik. Nee, sneeuw is niks voor mij in ieder geval. En dat is. That's it. Maar. Er komen dadelijk mensen langs van mijn ketel, namelijk. Ik kan me alleen een ketel controleren. Maar dat gaat zijn om meteen naar terug gebeuren, maar daar gaan jullie niks van merken. Maar dat is misschien wel leuk om te horen. Ik ga nu even iets dingen achter de computer doen. En vanavond, als ik niet vergeet, na eten ga ik even mijn thee met deze invetten. Want dat moet nou gebeuren namelijk. Voor mensen die het niet hebben gehoord, dat ik nou thee moet invetten. Dus vandaar. Dat vind ik gewoon ongelooflijk lekker. En ja, ik heb lekker fris geschoren mensen. Oh, is dat even lekker. En ik ga nu lekker broodje met kaas eten, want ik had trek. Oh,
En ik zit nu al een ruzie te maken met het tosje ijzer. Zo. Nou heb ik hem gewonnen van mijn tosje ijzer. Mooi. Maar ik heb wel lekker broodje met knoflook gesmeerd met kaas. Dat is ongelooflijk. Amazing. Lekker. En lekker geschoren, want ik had er zo irritatie aan. Oh, ik zat de hele tijd zo, want ik vond het zo irritant. En begin ineens weer zonnetje te schijnen. Ik ga vloggen en ineens schijnt de zon. Hoe mooi is dit? Dankjewel, zon. Nou, eigenlijk zou vandaag ook iemand langskomen, maar ik vraag me nou af hoe laat. Maar ja. Ik ga even kijken. Even lekker net een beetje bij Rick wezen chillen. En nu, even lekker bewegen. Waarom even met buiten sneeuwballen weg gaan doen. Wat ik even niet heb gefilmd, want het is zonder. Ik kan niet altijd al filmen. Ik laat mijn pizza vallen. En ik ga nu even een pizza doos openmaken. Oh, maar kijk, dan is hij helemaal kapot gegaan. Buiten. Oh. Nou, dan doe ik hem zo open. En Ganja wil ook eten. Ja, Ganja. Die wil ook eten natuurlijk. Dat moet ook weer gebeuren. Zo. Ja, Ganja. Komt eraan. En ik zit lekker een film te kijken van achtervolging, om zo te zeggen. Ik ga niet officieel zeggen wat ik precies kijk. Voor reclame, om zo te zeggen. Maar het is in ieder geval leuk, interessant. En ik ga dat sowieso verder kijken dadelijk. En nu maar even eten maken en dan nu daarna verder kijken. Vandaar. En nu maar lekker pizza eten. Dus die ga ik ook nu doen. Even klaarmaken namelijk. Pizza eruit halen. En dan lekker pizza in de oven zetten. Zo. En dan gaan we pizza maar in de oven zetten. En dan lekker eten. Oh, dat heb ik daar trek in om te eten. Komt zo wel. Eerst even lekker pizza in de oven zetten. Hopsakee. Voor mij al. Nou, ik ga hem gokken en dan langs het moment. Zo. En dan lekker pizza eten. Oh, ik heb de trek in ieder geval. En nu even waar we wachten tot pizza klaar is. Oh, mijn pizza is klaar! Yes! Maar ik zat net te lezen in de reactie van mijn vlogs. En daar kan ik eigenlijk wel op antwoord geven. Want ik zeg eerlijk, wat daar staat, viel reuze mee. Maar waar wil ik het over hebben? Dat is de tijd van City Life. Ik ben daar vroeger geweest. En ik zeg je eerlijk, er is een reactie geplaatst. En daar ga ik even op in. Dat is trouwens dat bij City Life vaak ruzie was. Daar ga ik even op in. Dat klopt eigenlijk niet. Want was echt niet echt vechtpartij. Af en toe een paar ruzie. Maar dat ruzie was eigenlijk muis en olifant. Dat was erger gemaakt wat het was. Dus vandaar dat ik even op inhoud, want ik was daar zo vaak geweest. Minstens ligt eraan welke tijd diegene is geweest namelijk. Want ik was best wel heel vaak eigenlijk, elke vrijdag. Dus ik vraag me af dan waar diegene jaar is geweest. Dus ik zeg niet dat diegene ongelijk heeft, maar ik bedoel te zeggen eigenlijk dat wat ik eigenlijk mee heb gemaakt, wat best wel mee viel. Dus, want ik ging elke vrijdag, dus, en wat ik wel weet, als er ruzie was, of wat uit de hand liep, was het altijd wel bij de kerkje altijd, wat ik altijd kan herinneren. Ik was wel eens bij geweest, zo'n ja, weet je, ik was nog jong natuurlijk. Dus ik...